Welkom bij het Wiekjournaal, met het wichtigste nieuws van provincie Friesland. De eerste tender van het Nije Kansenfonds smiert vier projecten op die subsidie krijgen. Eén daarvan is muziek en dementie, die het muziek te verzorgen dat dementiepatiënten haar lokkiger vielen. Het Kansenfonds is erom te zien dat Elsen hier meidwan kan in een meerskip. Zo'n 12 februari is er een nieuw cheese op een merk, de Frieske. De provincie joeg je subsidie voor omdat het mij eeg van grijdevogels makken wordt. Het is een op- en top Friesk product, want Frieske boeren leveren de molken voor het cheese. Deze week begon het project N30 Haas met het campagneboodschap voor de toekomst. Alle bijen in Haas kunnen haar boodschap op een kaartje achterlaten. Deze kaartjes komen in het aquaduct van de N30, die eind maart op zijn definitieve plak gebracht wordt. Van Juwet A treffen bezoekers die het Friesland binnenrijden of varren speciale Leeuwarden Friesland 2018 welkom in Friesland worden. Bijen van basisschool het startblok in Donkerbroek hopen deputaire Sietske Poepjes en wethouder Sjoerd Veitsma bij Appelskeer het eerste boer te ontbleetsen. Dat wie het voor deze week. Ont naaie weken.